Wist jij dat de Olympische vlam altijd blijft branden? Behalve als het strontregent. Natuurlijk brandt hij niet altijd. Dat is gelijk de vlam bij de onbekende soldaat die de andere Victor eten. Dat kunt jij wel zeggen, maar hoe weet jij dat? Omdat voor mij de onbekende soldaat een bekende is. Je waart erbij, want dat was Wereldoorlog 1. Ik kan u daar uren over vertellen. We zaten in de tranchées met het bloed tot hier. Maar we hadden een snorkel, zodat we konden ademen. En als de Duitsers afkwamen, dan sprongen we recht en we zeiden, wir schaffen das. En dan namen we onze bajonet. Au canon, dat was in Frans, de bevelen werden in Frans gegeven. Bayonet au canon, en dan staken we daarmee de vijand in zijn darmen en het bloed spatte eruit op de Olympische vlam die dan gedoofd werd. Dank u wel. Waarom hebben de waarzeggers ons niet gewaarschuwd voor het grote wc-papiertekort van 2020? Omdat waarzeggers nooit naar het wc gaan. Waarzeggers houden altijd hun kak op, en dat is waar. Philips II is gestorven door zijn kaka in toon. En zo worden de wachtrijen in de woonzorgcentra opgelost. Ik dank u wel. Volgende keer leren we u strijken. Met mijn strijkstop, met mijn leren kapotseken aan.